Mutteren is een route die je buiten in de natuur aflegt. En dan kom je een aantal obstakels tegen. Waaronder zoals dit. Een stuk water waar je doorheen moet bijvoorbeeld. Nou, we zijn nu in de Groene Parel van Zuid-Holland. Dat is de Broekpolder in Vlaardingen. En dat is een prachtig gebied wat zich uitstekend leent voor de mutteren. Nou, dat hebben we al een aantal jaren laten zien. En dit jaar gaan we dat weer opnieuw opzetten. Ja, het is een paar jaar weg geweest. Waarom komt het nu weer terug? Nou ja, eigenlijk op vele verzoek. En na de coronatijd viel het niet mee om weer een mutrun te organiseren in Vlaardingen. En in goed overleg binnen de organisatie, maar ook met uiteraard de gemeente Vlaardingen, hebben we elkaar weer gevonden. En hebben we elkaar ondersteund om te gaan zeggen van joh, we gaan het weer doen. De mutrun is dit jaar staat in het teken. Wij noemen het een combinatie van drag race, obstacle run, mutrun en survival. Dus voor elk wat wils. Waarbij op dit moment merken we dat de familierun ontzettend populair is. Dus gezinnen kunnen compleet hier uit hun dak gaan in de natuur en in het water. En de mensen die survival willen, die kunnen flink klimmen. En dat is ook wel een behoorlijk stuk zwaarder. Ja, het klinkt sowieso allemaal best wel zwaar. Waarom doen mensen dit? Mensen willen graag buiten beleven en avonturen meemaken. Nou, dat doen we bij Adventure Vlaardingen al jaren. En daar gaan we dit keer weer voor zorgen. Dus een mooi parcours in de natuur, in de blubber of ernaast, op of langs het water. Dus we maken er wat moois van. Voor wie net als Hans graag door de modder kruipt in de natuur, de mutrun van 2024 vindt plaats na de zomervakantie. Dus begin vast met trainen. Zondag 8 september en om 1 uur is de start. Dus al doe je niet mee, dan nodigen we mensen zeker uit om even te komen kijken. Kom alleen wel graag met de fiets of de voet, omdat de Broekpolder heeft gewoon op die manier de natuurlijke uitstraling die we graag zo willen houden. Dus laat de auto even thuis als het kan.